In 1819 startte hij zijn eigen meubelmakerij in het Duitse plaatsje Boppard. Hier experimenteerde hij met nieuwe buigtechnieken van hout. Eerst werd het hout urenlang in een stoomketel geweekt en daarna droogde hij het in een gebogen mal. De Oostenrijkse vorst Clemens van Metternich was zo onder de indruk van deze werkwijze dat hij hem uitnodigde om naar Wenen te komen, waar hij ook octrooi kreeg op zijn uitvinding. Dankzij de nieuwe techniek kon hij de overgang maken van op maat gemaakte meubels naar massaproductie. Zijn grote doorbraak kwam in 1859 met stoel nummer 14, die uit zes stukken en een handvol schroeven bestond. De onderdelen voor 36 stoelen paste in een kist van 1 kubieke meter en konden daardoor makkelijk vervoerd worden. Door de goedkope productie kostte een exemplaar evenveel als een eenvoudige fles wijn. Inmiddels zijn van deze iconische stoel meer dan 50 miljoen exemplaren verkocht.